Daar was dan je Eredivisie debuut. Je zat ook vandaag voor het eerst bij de selectie. Wanneer hoorde je dat je opgenomen werd bij de wedstrijdselectie vandaag? Ik werd gisteren gebeld door trainer Nordin Bukhari en die heeft me verteld dat ik bij de wedstrijdselectie zit van het eerste elftal. Dus het was wel een verrassing, maar ik was zeer blij, zeker blij. Het was een verrassing, zeg je? Je had het echt niet aanzien komen? Nee, ik had het echt niet aanzien komen, maar het is natuurlijk mooi als het eerste elftal je weer oproept om bij de selectie te zitten en dat je debuut te mogen maken in de Eredivisie is prachtig. Het is een tijdje geleden dat jij bij het eerste elftal zat. De laatste week heb je laten zien bij Jong Sparta. En toen had je nog steeds niet het idee van die stap ga ik snel weer maken. Nee, eigenlijk niet. Ik heb altijd bij mezelf gedacht van dat ik gewoon 100% moet geven elke wedstrijd. Dat deed ik bij Jong Sparta voor mijn gevoel heel goed. Ik heb 3 wedstrijden gespeeld dit seizoen. Ik heb 3 goals, 1 assist gemaakt. Dus dat zijn wel statistieken die meetellen, vind ik. En op basis daarvan heb je waarschijnlijk mede deze plek verdiend? Dat denk ik wel, ja. Ik ben Sparta natuurlijk heel erg dankbaar voor dat ze me de kans hebben gegeven. Zowel vorig jaar als dit jaar. Er zijn natuurlijk wat dingetjes gebeurd intern, maar ik vind dat je dat gewoon achter je moet laten. En gewoon naar het positieve moet gaan kijken. En ik heb mijn Eredivisie debuut gemaakt. Dat is voor mij het belangrijkste. En ik ben Sparta daar dankbaar voor, zeker. Dan gebeurt er dus vandaag, zit je dus inderdaad voor het eerst bij die selectie. Dan gaat het eigenlijk niet eens zo verkeerd, maar wordt het 0-1. Heb je dan ook al als aanvaller het idee van breng mij erin en ik ga nog wel wat forceren? Ja, tuurlijk. Je bent voor het eerst bij de selectie. Je zou heel graag, je zit op de bank en je zou heel graag willen voetballen. Maar het staat 0-1, de trainer... Laat je de tweede helft warm lopen, het staat nog steeds 0-1. Dus als je erin komt, denk je bij jezelf van ik hoop dat ik het verschil kan gaan maken. Dat zou wel een jongensdroom zijn. En ja, dan kom je erin. Ik vond dat ik het heel goed heb gedaan. Ik vond dat drijven richting voor goed was. En ja, dan maken we de 1-1 via Jurgen. En dan hebben we nog een paar minuten te voetballen. Dan hebben we nog wel een paar kansen gekregen om de 2-1 binnen te schieten. Ja. En dan de laatste kans van mij, die ik voor mijn gevoel iets te slecht had aangenomen. Een kans heb ontnomen voor mezelf. Is dat iets waar je van wakker gaat liggen vanavond? Ik denk het wel. Ik ben wel iemand die daar van wakker gaat liggen. Want het had natuurlijk ook heel anders kunnen aflopen. Je had hem ook voor hetzelfde gat erin kunnen schieten. Dan was het een heel ander verhaal geweest. En dat was echt natuurlijk, daar zou je gisteravond al van hebben wakker gelegen van dat moment. Ja, tuurlijk. Gisteravond dacht je er al wel een beetje van om hopelijk de winnende binnen te schieten. Maar dat is gewoon een jongensdroom. Maar ik vond het voor mijn gevoel dat ik het goed heb gedaan en op naar meer volgende wedstrijden in de Eredivisie. Want dat is nu, je was een beetje naar de achtergrond verdreven, maar nu je weer richting die voorgrond gaat, wil je daar niet meer weg? Nee, eigenlijk niet. Ik ben iedereen dankbaar. Ik ben meneer Van Steen dankbaar. Ik ben trainer Vrezer dankbaar. Trainer Rankovic, Nordin Bukhari, Jeroen Rijsdijk. Ik ben heel de staf, heel Sparta dankbaar voor dat ze me de kans hebben gegeven.